Je hebt namelijk een nieuwe single. Ja. Vet. En die komt uit in de week van We Are The Future. Ja, klopt. Ja, ja. Ik heb al één keer op We Are The Future gedraaid. Was in de Heineken Musical. Hoi, ik ben Romy en welkom bij Coke TV. Ik ben weer in de studio en deze week is dit mijn gast. Yo, ik ben Mesto, ik ben 17 jaar en ik produceer en DJ nu 3 jaar lang. Het thema van deze week is de eerste keer optreden. En dat is meteen mijn eerste vraag. Kun jij me iets vertellen over jouw eerste keer optreden? Ja, weet nog wel goed. Dat was in de Panama in Amsterdam. En ja, was super zenuwachtig. Moest de club openen. En ja, op zich werd het al wel vrij snel druk, dus dat was top. Om het ijs even te breken, begin ik elke aflevering met 3 stellingen. Je moet snel antwoorden. Het is gewoon even prapapa. En stelling nummer 1 is: nooit meer op een festival draaien of nooit meer zelf naar een festival? Nooit meer zelf naar een festival. Oké. Stelling 2: nooit meer muziek maken of nooit meer verliefd zijn? Nooit meer verliefd zijn. Nee, ik hoop het niet. Nooit meer verliefd zijn? Oké. En nummer 3: wel of niet zoenen in de kroeg? Niet. Wel. Wispelturig. Oké, ik heb je even wat beter leren kennen. Nu gaan we beginnen aan het echte interview. En dat gaan we doen aan de hand van Spin the Bottle. Hier staat een heel mooi flesje, die mag je draaien. We hebben 3 kleuren, rood, wit en zwart. En elke kleur is een ander soort vraag. Ja. Rood is heftig, wit is experience en zwart is tips en tricks. Top. Ben je er klaar voor? Dat weet ik niet. Nou, ik hoop het, ik hoop het. Het is tijd voor Spin the Bottle! Experience. Oké, experience, dat is een witte vraag. Heb je al eens op We Are The Future opgetreden? En zo ja, hoe was dat? Ja, ja, ik heb al één keer op We Are The Future gedraaid. Was in de Heineken Musical. Normaal gesproken sta je natuurlijk voor een festival met oudere mensen. Ja. Dit keer was het dus met allemaal jonge mensen. Cool. Dus dat is tof. Maar merk je dan ook aan het publiek, omdat ze jonger zijn, dat ze gewoon echt meer losgaan en helemaal zo, what? Of valt dat op zich gewoon mee? Ja, ja, je ziet sowieso wel dat het echt heel nieuw voor ze is. En ja, dat is superleuk. Ja, vet. Cool. Oké, tijd voor vraag 2. Oké, we zijn aangekomen bij Hefdag. Heb je wel eens gehad dat meisjes dan gekke dingen op het podium gooien of in de supermarkt een soort van zo achter je aanrennen? Ja, het gekste was denk ik wel een maand geleden dat ik in Praag stond te draaien. En toen opeens kwamen er 2 supergrote spandoeken naar boven met mijn logo erop. Dus dat was wel echt super vet. What? Oké, tips en tricks. Als er beginnende DJ's kijken, welke tips zou je hun dan willen geven? Ja, ik denk een van de belangrijkste tips die heel veel mensen eigenlijk al geven is dat je gewoon origineel moet zijn. Ja, als je mensen na gaat apen, dan ja, dat is er al. Dus ja, wees gewoon origineel en zorg dat je opvalt daardoor. En dan komt het denk ik wel goed. Maar wat maakt jou dan origineel? Altijd als ik zelf muziek maak, dan probeer ik gewoon meerdere stijlen in 1 liedje te doen. Ja. En ja, ik denk dat dat mij dan origineel maakt. Cool, cool. Maar ook chill van het festival, je mag er zelf ook in. En je hoeft niet je nep-ID te gebruiken. Nee, precies. Yay, eindelijk is dat voor onder de 18. Ja, ik kan me nog herinneren toen ik jong was inderdaad, dat ik ook altijd zo was van, waarom zijn er geen feesten voor mensen onder de 18? Dit is echt perfect. En een festival. Ja, super tof. Cool. Ja, en de line-up is ook echt voor eigenlijk wat je normaal altijd bij grote festivals ziet. Want de meeste DJ's draaien normaal wel op festivals voor volwassenen. Ja. Zeg maar. Dus ja, het is wel tof dat nu de kans wordt gegeven aan wat jongere mensen. Aan wat jongere mensen om ook naar een festival te gaan. Ja. Ja, heel vet. What? We hebben een primeur in de studio! Je hebt namelijk een nieuwe single. Ja. Vet. En die komt uit in de week van We Are The Future. Ja, klopt. 4 dagen ervoor volgens mij. Cool. En hoe heet die? Chances. Vet. Oké, pomp hem erin. Wil jij nou ook naar We Are The Future? Check dan het linkje in de beschrijving van de video. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren, want ik heb volgende week weer een nieuwe DJ te gast. En heb jij nog een vraag voor Melle? Zet het dan in de reactie. Dan zie ik je volgende week weer op Coke TV. Doei!